unconditional. Why don't you try to understand? Why don't you come? Why don't you come back? If this love is unconditional, why don't you take me as I am? Just take me as I am. Het is niet de bedoeling dat u al uit bed gaat. Hallo, ik ben dokter Lucas. Gaat u even. Dat is mijn vrouw. U bent gisteren binnengebracht met een steekwond. En de scans hebben uitgewezen dat er geen vitale organen zijn geraakt. Dat is heel erg mooi nieuws. Zuivere steek, zou ik dan maar zeggen, hè? Zegt u? Ik neem aan dat ik zo snel mogelijk naar huis mag. Ik denk dat u nog wel even een nachtje moet blijven. Vanwege die hechtingen. Het doet alleen maar pijn als ik lach. Nee, niet vanwege de hechtingen. We zijn nog andere dingen tegengekomen op de scan. Je krijgt de groeten van juf Linda en ik moest deze tekening van Lana je geven. Nou, dat ben jij met de zon en die kleine hark daar, dat is oom Jack. Heb je al iets gehoord van het OM? Ik heb ontslag genomen. Ja, ik had geen zin om dat onderzoek af te wachten en ik wilde de eer aan mezelf houden. Ik heb er geen seconde spijt van. Ik heb tegen je gelogen gisteren. Ik ben niet gewoon een eindje gaan lopen. Ik ben met Mike geweest. Nou goed, kennelijk had je een reden om dat voor me te verzwijgen. Ik zocht steun. Nou, dat is logisch. Dat heb je nodig. Ik doe dat steeds bij hem. Kennelijk voel je op je gemak bij hem. Ik ken hem amper. Ik maak misbruik van hem. Omdat je met hem praat? Het is niet alleen met praten gebleven. Het is niet eerlijk. Ik gebruik hem om mijn problemen met Bing te ontlopen. Hij heeft me daarop gewezen en toch ga ik weer naar hem toe gisteren. Ik weet niet wat er met me aan de hand is, Jack. Ik gebruik mensen nooit op deze manier. Ik verafschuw dat. Had je gedacht dat je het misschien gewoon leuk vindt? Of misschien wel meer dan leuk?